Dus zoals al eerder gezegd, gaan we in dit webinar ons product Investui bespreken en hoe we beter kunnen beleggen dankzij het volgen van markteffecten. Markteffecten, wat zijn dit nu uiteindelijk? Markteffecten zijn eigenlijk prijspatronen die steeds wederkerend zijn. En wederkerend, daarmee bedoelen we in de tijd. Als we gaan met deze markteffecten, heeft WH Selvinvest, dus de online broker, die al meer dan 20 jaar actief is in zelf actief beleggen op basis van derivaten, namelijk futures, CFD en Forex, het product Investui bedacht. Het idee achter Investui is meer tijd, beter rendement. Meer tijd voor andere zaken dan het actief beleggen, maar toch een beter rendement behalen dan de klassieke rendementen op de benchmarks, indices en soortgelijke beleggingsproducten. Hier hebben we eventjes de cijfers weergegeven en deze spreken voor zich. In 2020 hebben wij een netto rendement behaald van 33,1%. 2021 hebben we een netto rendement van 17,5% behaald. En tot eind februari hebben we al een netto rendement van 7,5% behaald. Dit is steeds het netto rendement van onze referentierekening, namelijk een futures-referentierekening, €25.000 met gematigd risico. Dus al de cijfers die hier gepresenteerd worden, is steeds de futures-referentierekening, gematigd risico, €25.000. Investui baseert zich dus op vier strategieën of vier markteffecten: de Turnaround Tuesday, Friday Gold Rush, End of Month en de Pound Shorter. En later zullen deze vier strategieën nog eens in detail worden besproken. Deze strategieën baseren zich op kalendermarktpatronen die academici al jaren bestudeerd hebben. Ook professionele beleggers maken gebruik van deze markteffectstrategieën om hun rendement te verhogen. En nu met het product Investui stellen we deze marktpatronen of strategieën voorhanden voor de particuliere belegger om hun portefeuille te kunnen diversifiëren. Er bestaan twee soorten rekeningen voor Investui: de rekening in eigen beheer en de beheerde rekening. Laten we beginnen met de rekening in eigen beheer. Deze is gebaseerd op de vier bewezen markteffecten. De regels van het in- en uitstappen zijn zeer strikt en worden zeer strikt nagevolgd. Klanten ontvangen dus een e-mail en met één klik op een knop kunnen ze in positie gaan. Per week is dit ongeveer 2 à 3 kliks per week. In de e-mail zien we drie knoppen waarop gedrukt kan worden en deze drie knoppen vertegenwoordigen de drie risicocategorieën. Daarnaast zijn er geen platformen, het is enkel de e-mails dat de klanten bekomen. Daarnaast hebben we een beheerde rekening. En daar doet Investui alles voor u. Dus zowel het openen als het sluiten van de posities. Dus dan krijgt u geen kliks, geen e-mails gedurende de week. Vooraf bepaalt u dan uw eigen risicocategorie. Hier is er ook geen platform en aan deze optie is er ook geen extra kosten verbonden. Deze bepalen wij of beschouwen wij als de perfecte. Als de perfecte mogelijkheid, omdat hier emoties en eventueel tijdstip waarop de e-mails toekomen niet van belang is. Er gaat zowel in als uit positie voor u. Maar dat zullen we later ook nog een beetje meer in detail bespreken. Hier zien we één strategie, namelijk de Friday Gold Rush, hoe die technisch in zijn werk gaat. Dus donderdag, gisteren, om 16 uur hebben al onze klanten een e-mail gekregen dat ze in positie kunnen gaan. Tot 21:45 konden de klanten erop klikken voor nog steeds in positie te gaan.
Dan wordt de positie 1 keer overnight gehouden. En vandaag om 21 uur wordt voor alle klanten, zowel de mail- en klikklanten als de beheerde rekeningklanten, de positie gesloten. De sleutelfactoren voor de lange termijn van Investui zijn diversificatie en meer en hogere winsten dan verliezen. Ten eerste diversificatie. Er zijn 4 strategieën of 4 markteffecten waarop Investui zich baseert. Namelijk de Friday Gold Rush, de Pound Shorter, Turnaround Tuesday en de End of Month. Dus dan zien we al hier een mix van 4 activa. Namelijk het goud, Britse pond US dollar forex spaar, de DAX en de S&P 500. Een ander eigenschap van Investui is dat we steeds geïnvesteerd zijn in zeer korte termijn posities, waardoor het risico aanzienlijk verlaagd wordt. Hier zien we de 4 strategieën grafisch weergegeven. En deze weergave toont ons het bruto winst per strategie. Om de 4 strategieën op 1 grafiek te kunnen zetten, hebben ze verleid naar posities die in geldtermen evenwaardig zijn, maar dus die zijn niet de echte posities, want dan zouden we ze niet op 1 grafiek kunnen gezet hebben. Hier zien we bijvoorbeeld de gele lijn, die vertegenwoordigt de Friday Gold Rush. Deze strategie is met momenten zeer winstgevend, maar we zien dat die ook zeer volatiel is. Daarentegen zien we de Pound Shorter, de donkerblauwe lijn, die genereert veel minder rendement, maar we zien dat die wel heel stabiel is door de jaren heen. Daarnaast zien we ook nog de gecombineerde portefeuille in het groen weergegeven, dat zijn de bruto winsten. We zien dat deze grafiek door de jaren heen steeds stijgend is, wat ook een zeer mooi resultaat met zich meebrengt. We zien hier ook dat dat deze grafiek begint van 2009. Dit zijn backtestresultaten die BH Cell Invest heeft uitgevoerd. Vanaf 2020 die resultaten zijn live resultaten. De tweede sleutelfactor van Investui is meer en hogere winsten. Hier zien we dat elke strategie meer dan 50% winstgevende signalen genereert. En deze analyse is gebaseerd op 11 jaar, dus de resultaten zijn vrij stabiel. Geen enkele tradingstrategie genereert uitsluitend de winnende trades. Dus wordt een verhouding van 60% winnende trades ten opzichte van verliezende trades gedefinieerd als een vrij goede strategie. Het tweede belangrijke aspect daarin is hogere winsten dan verliezen. De grootte van de winst per trade is groter dan het verlies. Als we hier gaan kijken in het geval van de Turnaround Tuesday, zien we dat de winst 17% groter is als het verlies. Moesten er tijdens het webinar vragen zijn, gelieve dit in de chat te zetten. En dan kan ik hier ook steeds op terugkomen tijdens het webinar. Dan gaan we eventjes dieper in op de verschillende strategieën. De eerste strategie is de Pound Shorter. En de Pound Shorter is een beetje het buitenbeentje van de strategieën, omdat het de enige strategie is die zeer kort loopt en die waar we short op gaan. Zeer kort, hier zitten we enkel 6 uur in positie. Deze strategie wordt ingenomen op dinsdagmorgens en diezelfde dag om 14 uur stappen we al uit positie. Het is een enorme performante strategie met zeer stabiele resultaten en ook geen overnight risico. Hier gaan we dus enkel intraday traden. In deze strategie gaan we er dus vanuit dat de koers van de Britse pond
ten opzichte van, van de US-dollar de neiging heeft te dalen op een bepaald tijdstip. Dit is een zeer populair valutapaar met een zeer mooi volume en een zeer hoge liquiditeit. De tweede strategie is de end-of-month strategie. Dit is de enige van de vier strategieën die een klein beetje langer loopt. Hier zitten we ongeveer 9 dagen in positie. De strategie situeert zich bij de overgang naar de nieuwe maand. Dus we gaan in positie 4 dagen voor het eind van de maand, dus rond de 24e, 25e van de maand. En we stappen uit de 5e tradingdag van de volgende maand. Hier zijn ook zeer veel academische studies over geweest, die bewezen dat tijdens deze korte periode evenveel of zelfs meer rendement kan behaald worden of wordt behaald als een gewone buy-and-hold strategie. Het voordeel van maar zo'n korte tijdspanne in de markt te zitten, is dat we veel minder worden blootgesteld aan de schommelingen van de markt. Met deze strategie gaan we in positie op de S&P 500, de mini-S&P 500. En daar zien we ook dat er een heel grote liquiditeit is, wat ook uitstekende condities zijn om in te handelen. Als we naar de grafiek kijken, zien we dat vooral vanaf oktober 2020 dit een zeer rendabele strategie is. De derde strategie is de Turnaround Tuesday. Deze strategie doet zich voor op de DAX en hier gaan we ervan uit dat dinsdag koopdag is. Om verschillende redenen is dinsdag de optimale dag om positieve verandering in het sentiment van de markt te zien. Bijvoorbeeld als er slecht nieuws kwam tijdens het weekend, zien we dat maandag in de markt verschijnen en wordt dit dinsdag verteerd. Dus dinsdag gaan we ervan uit dat de markten zich herstellen. Dus het gezegde is, zorg dat je dinsdag aandelen bezit. Die dag. Ook hier zijn er zeer veel statistische gegevens van. En volgens die studies is de weekdag dat de DAX het beste presteert, of de mini-DAX het beste presteert, de dinsdag. Hier gaan we dus een long position aannemen op maandagavond en we stappen uit op woensdagmorgen. De strategie heeft zeer stabiele resultaten behaald sinds 2009. En door het limiteren van het aantal orders kunnen ook de kosten laag gehouden worden. Als we naar de grafiek gaan kijken, zien we dat deze vrij weinig drawdowns met zich meebracht. De laatste strategie is de Friday Gold Rush. Hier wordt ongeveer hetzelfde principe toegepast als de Turnaround Tuesday. Deze strategie is dus ook gebaseerd op een weekeffect. In het kort houdt deze strategie in dat we ervan uitgaan dat de goudprijs de neiging heeft om te stijgen voor de weekends. Daarom wordt er dus een positie geopend donderdag namiddag en wordt deze vrijdagavond gesloten. Hier spreken we dus ook over een long position. En deze strategie is ook uitgebreid besproken en bevestigd door tal van academische studies. In de afgelopen 20 jaar behaalde deze strategie zeer goede resultaten, maar we zien wel dat het rendement volatieler is dan bijvoorbeeld de Turnaround Tuesday waar we op de DAX zitten. Dus volatieler wil zeggen dat het resultaat sterk kan afwijken en dat er dus periodes zijn met grotere drawdowns. Ik heb nu de 4 strategieën bestudeerd of besproken. Ik ga nu een kleine vraag op jullie beeldscherm laten verschijnen in verband met een eventueel persoonlijk gesprek dat jullie zou interesseren over Investui. Dit zal 30 seconden duren, gelieve dit in te vullen en daarna gaan we verder met de presentatie.
Oké. Dan ook nog een zeer belangrijk thema, en zeker een thema dat nu voornamelijk wordt besproken, is hoe presteert Investui in volatiele tijden? Als we gaan kijken naar onze beheerde rekening, hebben we eind februari 7,5% netto rendement behaald met een futuresrekening gematigd risico. Als we dit gaan vergelijken met de S&P 500 en de DAX, dus waarop dat twee van onze strategieën zich baseren, zien we dat de S&P 500 op min 8% staat en de DAX op min 19%. Dit zijn gegevens tot eind februari. Dus wij investeren op deze twee indexen, maar we houden toch een positief resultaat, hoewel dat deze indexen negatieve resultaten met zich meebrengen. Hoe is dit te verklaren? Dit is te verklaren door de korte termijn posities waarop Investui zich baseert. Zelfs in dalende markten, zoals we hier zien in de S&P 500, in de DAX, zijn er remontes. En wij gaan ervan uit dat die remontes samenhangen met markteffecten, bewezen markteffecten. Dus bijvoorbeeld vrijdag gaat het goud over het algemeen naar boven. Of dinsdag is de Turnaround Tuesday een goede dag. Dus enkel gebaseerd op deze korte termijn effecten kunnen wij toch die kleinere montes meepakken, zelfs in dalende markten. En daarnaast is nog een belangrijk punt dat zelfs dus vanaf begin van dit jaar dat de rekening Investui nooit onder de 2% is gedaald. Als we dit nu ook vergelijken met andere jaren, zien we dat er veel gebeurtenissen zijn gebeurd. Dus hier hebben we vanaf 2010 tot 2021 de gegevens van Investui weergegeven, dus de rendementen van Investui. We zien dat er in 2013 een negatief rendement, over het totaal Investui-verhaal een negatief rendement is geweest, en dit voornamelijk door de Friday Gold Rush. Daarnaast hebben we nooit in die 10 jaar, in die 11 jaar, nooit een negatief rendement behaald. En zoals eerder al weergegeven is, vanaf 2010 tot 2019 zijn dit backtestresultaten. Vanaf 2020, 21, 22 zijn het officiële resultaten of resultaten die met echt geld, door echte klanten zijn behaald. Als we hier dan nog eens weergeven hoe Investui presteert ten opzichte van de markt, zien we in de bovenste grafiek hoe Investui zich baseert ten opzichte van de S&P 500 en de DAX, en in de onderste grafiek ten opzichte van het goud. Dus we zien dat Investui de drie producten of de drie instrumenten overklast. Als we dan ook eens gaan zien ten opzichte van andere belangrijke fondsen, zien we dat Investui zowel in 2020 als 2021 een zeer goede prestatie met zich meegebracht heeft. En hier hebben we, ik zie dat het nogal vrij klein is, maar hier hebben we Investui vergeleken met de fondsen van JP Morgan, Allianz, Nordea. Dus we zien dat Investui duidelijk een hoger rendement genereert dan deze fondsen. Naast het mooie rendement heeft Investui ook nog andere voordelen, aangezien voornamelijk de lage kosten, omdat wij zeker niet overtreden. In 2020 en 2021 hadden we iets van een 120, 130 trades per jaar. Dus dat is zeker niet te veel. En wij proberen ook volledig transparant te zijn naar onze klanten toe door openstaande posities in real time op onze website weer te geven.
En daar zullen we ook straks eens naar kijken. Want aangezien dat we nu een positie hebben openstaan op de Friday Gold Rush, kan onze klant of kan eender wie naar onze website gaan om te zien wat deze met zich meebrengt of wat deze presteert actueel. Hier een beetje meer uitleg van u zegt, oké, ik ben nu geïnteresseerd in het Investui-verhaal, maar wat betekent dit nu eigenlijk voor mij? Welk rendement kan ik behalen? Welk risico moet ik nemen? Hier is het logisch dat risico en rendement met elkaar verbonden zijn. Een hoger risico houdt in dat er zowel grotere winsten zijn, maar ook grotere drawdowns. Dus het risico is eigenlijk ja, is heel subjectief. Jij moet dat zelf beslissen, daar kunnen wij u niet echt in helpen. We kunnen wel een tool voor handen zetten om u daarmee te helpen, maar de be beslissing ligt bij u. En de beleggingshorizon is ook zeer belangrijk. Investui kan voor eender welke horizon bepaald worden door u. Dit wil zeggen dat u altijd uw geld kan terugvragen. Wij raden echter aan om een jaar en een half, 2 jaar met ons verhaal mee te gaan om de mooie winst mee te halen, te bekomen. Hier zien we dus de tool waarover ik sprak en die zullen we ook straks eens op de website kunnen gaan bekijken. Dit is een simulator. Daar kan uw instrument worden gekozen met uw beleggingsbedrag. Zoals we hier zien, hebben we het instrument futures gekozen en het beleggingsbedrag 25.000 euro. En daar ziet u dan onze referentierekening met gematigd risico. Dus hier zien we per strategie welke de positiegroottes zijn. Dus bijvoorbeeld voor de Turnaround Tuesday zien we dat we met één mini-DAX future in positie gaan. Voor de Pound Shorter 1 Britse pond US dollar future. Voor de Friday Gold Rush 5 micro gold futures. End of month 5 micro S&P futures. Moesten we die investering nu vanaf 2009 hebben gehaald, zouden we 165.000 euro actueel bezitten met de grootste drawdown van bijna 13.000. Daarom hebben wij een bevolen minimumrekening van 32.000. Dit is 2,5 keer de grootste drawdown. Dus dit hebben wij bestempeld als een gematigd risico. Hier wil ik toch nog ook even terugkomen op de beheerde rekening. Dat was de rekening waar u zelf niet moet klikken. Dus hier gaat Investui voor u in- en uitpositie. En hier zeggen we waarom wij ervan overtuigd zijn dat dit de beste optie is. Er is minder stress, minder emotie mee verbonden. Een trader heeft vrij veel stressmomenten. Kan naar ons bellen van ik zou graag de positie sluiten, maar dan is er niet het hele of wordt het niet het hele investoeiverhaal meegegeven. Dus het beslissingsmoment van de trader is volledig weg. Er wordt ook maximaal gediversifieerd. Trades worden niet gemist door bijvoorbeeld vakantie, ziekte, waardoor dat er niet op de mail kan worden geklikt. En trades worden ook niet overgeslaan. Bijvoorbeeld, een klant heeft 2, 3 verlieslatende trades achter elkaar gekend. Zegt, ik ga het Investui-verhaal een beetje links laten liggen, ik ga de volgende trades niet meegaan. En net die zijn dan winstgevend. Ook een belangrijk aspect is dat u dan steeds in de juiste positiegrootte bent geïnvesteerd. Er wordt ook zeker geen buitensporig risico aangegaan. Want dit is ook wat we nu zeker aanraden, is zeer zeker de gematigde risicocategorie uit te kiezen.
Uiteraard bent u volledig vrij om te zeggen: ik wil graag agressief, ik wil graag defensief. Maar onze voorkeur gaat naar het gematigd risico. En dat zien we ook nu bij de klanten die voor een zeer agressief risicoprofiel gekozen hebben. Afgelopen weken zijn ze wel af en toe eens verrast geweest. Vooraleer dat we naar de kosten overgaan, zou ik graag eens met jullie naar onze website gaan, waar jullie meer informatie kunnen bekijken. Als we hier nu op de startpagina naar de recente cijfers gaan, dan zien we dat er vrij veel statistieken zijn. Dus hier hebben wij, dit is eventjes goed om zelf na deze webinar nog eens goed zelf door te nemen. Dus hierin tonen wij ons netto rendement. Tonen wij ook dat Investui zeker niet te veel handelt met het aantal trades per maand. Dus je ziet hier, we zitten aan een 10, 12 trades per maand. Dus op jaarbasis zitten we aan 120, 130 trades. We zien ook in Investui is goed gediversifieerd. Hier zien we ook nog al de slides die ik getoond heb op het webinar. En dit kan zeker nog eens worden nagelezen na dit webinar en is zeker interessant. Daarnaast zou ik graag ook nog eens aan jullie de simulator willen laten zien. Dus op de startpagina gaan we helemaal onderaan naar simulator. En daar kan ook nog eens dezelfde simulatie worden gedaan als weergegeven in de presentatie. Als we nu hier CFD's 10.000 gaan uitkiezen, zien we welke risicocategorieën voorhanden zijn. Daarnaast sprak ik ook over alle posities die actueel openstaan. Die ziet u onder posities. En u ziet dat we actueel met onze future-referentierekening in positie zijn op 5 microgold futures. En hier zien we ook dat we actueel aan min $500 zitten, met de grafiek ernaast. Daarnaast, onder referentierekeningen, ziet u per jaar wat onze referentierekeningen zijn. Hoe kan u dit lezen? We gaan helemaal onderaan. En we zijn in begin januari gestart met een futures-referentierekening van €25.000 en een CFD-rekening van €10.000. Alle twee met gematigd risico. Dan zien we per trade wat deze trade heeft opgebracht. Dus hier zien we dat we eerst in pound shorter zien we het rendement van de beide rekeningen. En zo zien we alle trades die Investui voor u gedaan heeft. En wordt er per maand een afrekening gedaan in verband met het netto rendement. Dus we zien eind januari of begin februari hadden we een rendement van bijna 17% met de futures-referentierekening en 10% met de CFD-rekening. Ook voor februari is dit gedaan. En dan zien we dat we 7,5% behaald hebben voor de futuresrekening en 3,5% voor de CFD-rekening. Daarnaast is het ook mogelijk om een demo-account bij ons te downloaden. Dit kan hier gedaan worden. En dit is de rekening die overeenstemt met de mail- en klikrekening. Dus wat krijgt u hier? U krijgt steeds de e-mails van een mail- en klikklant om in positie te gaan. Daar staan dus de drie knoppen in en hij kan op een van die drie knoppen drukken om in positie te gaan. Na de trade bekomt hij een e-mail met dit is het resultaat van de trade. Dus dat is ook, en deze demo-account is voor 2 weken geldig. Dus dat is ook een zeer mooi gegeven om eens alvorens in te stappen in het Investui-verhaal,
toch eens eerst deze demorekening te bekijken of dit wel iets voor u is. Dan gaan we terug naar onze presentatie. En hier zijn we ook bij een heel belangrijk onderdeel, namelijk wat zijn de kosten die gelinkt zijn aan Investui. De eenmalige setupkost voor nieuwe klanten van €99 is geannuleerd. Daarnaast hebben we onze commissiekosten zo laag mogelijk proberen te houden. Wat wil dit zeggen? Dat we aan minder dan €5 of dollar, meer in detail €4,99 per trade zitten. Dus voor futures is dit €4,99 per future per order. En voor CFD is het €4,99 per order. Dit zijn de enige vaste kosten die Investui met zich meebrengt. En de resultaten die wij op onze website weergeven, zijn al zonder deze kosten. Dus dat zijn de netto resultaten. Daarnaast wordt er nog, en dit enkel op het einde van het jaar, 2% per winstgevende strategie berekend op de winst na de kosten. Dat wil dus zeggen, Investui heeft 4 strategieën. In 2020 hadden we 2 winstgevende strategieën. Dus dit betekent dat er nog eens 4% op de winst wordt afgehouden. Maar dus enkel op de winst. In 2021 hadden we alle 4 de strategieën die winstgevend waren. Dus werd er 8% op de winst na de kosten afgehouden. Dus 8% is het hoogste percentage dat nog eens kan worden afgehouden. Daarnaast zijn er geen beheers, geen prestatie, instap- en uitstapkosten. Ook geen abonnementskosten, geen rekeninguittrekselkosten. En ook aan de beheerde rekeningformule zijn er geen extra kosten aan gelinkt. Iets dat ik vergeten te zeggen was, voor de beheerde rekening, daarvoor ga je eens terug naar de simulator. Naar de simulator. Als we eerder geïnteresseerd zijn in futures, zien we dat futures mogelijk is vanaf €10.000. Daar is echter enkel het agressieve risico voor handen. Deze rekening is mogelijk met een beheerde rekening. Vanaf €10.000 stellen wij beheerde rekeningen voor handen. Als u dan naar de CFD Forex rekening gaat, ziet u dat er al €5.000 voor handen is. Hier kunnen we geen beheerde rekening op doen, omdat dit maar €5.000 is en een beheerde rekening is maar pas mogelijk vanaf €10.000. Maar moest u zeggen, €10.000 is voor mij een beetje te veel, maar ik ben toch geïnteresseerd. Ik stap in met CFD 5000, maar dan is er enkel het agressieve risico voor handen. Dus deze tool is zeer belangrijk om eens uit te testen vooraleer dat u in het Investui-verhaal instapt. Om te zien welke de mogelijkheden zijn met uw beleggingsbedrag. Hier hebben we ook nog een kleine link gezet naar een eventueel gratis demo-rekening te downloaden. En moest u toch nog eens het verhaal van Investui graag nog eens beluisterd of nog een volgende maand mee hoort, kan er ook steeds worden ingeschreven via de onderstaande link. Ik ben eigenlijk klaar met de presentatie. Ik heb alles over Investui verteld. Zijn er nu al vragen van jullie kant uit? Ik zie dat er inderdaad geen verdere vragen zijn in de vragenlijst. Dan hoop ik dat alles voor jullie duidelijk was. Nu, deze presentatie is ook opgenomen geweest en wordt ook op ons YouTube-kanaal gezet. Dus vanavond is dit
voorhanden op YouTube en kan de presentatie steeds worden herbeluisterd. Als u ook nog vragen heeft, staat hier ook nog steeds een telefoonnummer, een e-mailadres. Er is ook nog een mogelijkheid om een Call Me aan te vragen, waardoor dat een medewerker steeds naar u kan bellen. Dus er is zeker, het stopt hier zeker niet. Ik hoop dat ik jullie het InvestUI-verhaal duidelijk heb kunnen vertellen en dat jullie ook overtuigd zijn door dit verhaal. Ik zie dat er een vraag is in verband met hoe te bellen. Er is inderdaad een mogelijkheid op onze website, of op de website van WH Self Invest, staat er zowel een Belgisch als een Nederlands telefoonnummer. De klantendienst zit echter in Luxemburg. Deze Nederlands en Belgisch telefoonnummer, als er niemand voorhanden zijn, is op deze, in die kantoren, wordt die doorverstuurd naar Luxemburg. Dus u kan steeds naar het Nederlands of Belgisch nummer bellen en u zal steeds een medewerker die Nederlands praat voorhanden hebben. Ik zie hier een andere vraag. Kan een beheerde rekening enkel voor de turnaround Tuesday en de end of month? Dit is echter niet mogelijk. Dus als u de beheerde rekening kiest, gaan we voor alle vier de strategieën in- en uitpositie voor u. Moest u nu inderdaad enkel geïnteresseerd zijn in deze twee strategieën, is het mogelijk om een rekening te openen en enkel te klikken op de e-mails van de Turnaround Tuesday en van de End of Month. Uw resultaten zullen dan wel anders zijn als de resultaten weergegeven op de website, want die vertegenwoordigen de vier strategieën. Maar die optie is zeker mogelijk. Zijn er nog vragen? Van de mensen aanwezig? Oké, ik zie geen extra vragen in de vragenlijst. Maar nog eens, als er nu u morgen een vraag binnenschiet, gelief dan een e-mailtje te sturen. Er zijn altijd collega's hier aanwezig van elke weekdag van 8 tot 22 uur. Die u dan in het Nederlands of eventueel in het Engels kunnen bijstaan. Dus zeker geen nood, er kan altijd gecommuniceerd worden. Dan wens ik jullie nog een fijne namiddag en hoop dat ik jullie zeer kort na dit webinar nog eens kan spreken. Bedankt voor jullie aandacht. Dag.